Mag ik snel wat vragen? Twee stellingen. Over de mobiele bereikbaarheid hier. Zo even snel eroverheen. Hi, ik ben een Dalfse. En ik ga de gemiddelde Dalfse inwoner vragen wat ze vinden van de mobiele bereikbaarheid in Dalfse. En ook of ze ervaring hebben met 112. En waar ik ook benieuwd naar ben, is of ze weten welk nummer ze moeten draaien als ze verongelukken of in een lastige situatie terechtkomen in het buitenland. Ga je meekijken? Stel u bent in het buitenland, in Duitsland, en er gebeurt u een ongeluk. Welk nummer moet u dan draaien om de hulpdiensten te bereiken? 112. U bent ontzettend scherp. U bent ontzettend scherp. Ja. Nog een vraagje. Is de mobiele bereikbaarheid in Dalfsen een beetje goed? Volgens mij wel. Ja? Mobiele bereikbaarheid, dat wordt verzorgd door zendmasten. Ja. Dan vraag ik aan u, liever een zendmast in uw achtertuin en goed bereik, of geen zendmast in de achtertuin en wat minder bereik? Wat minder bereik? Ja, het laatste. Want u wil geen zendmast in de achtertuin? Nee, natuurlijk niet. U heeft ook niet zo heel veel behoefte aan continu bereikbaar zijn? Continu, nee. En stel ervoor, er gebeurt een ongeluk en u moet 112 bereiken. Ja. Maar u heeft geen goed bereik. Ja. Heeft u daar ervaring mee? Heeft u dat wel eens meegemaakt? Nee, nog nooit. Nee, u heeft altijd gewoon een goede bereikbaarheid met 112? Ja. Hulpdiensten? Nou ja, ik heb nog nooit 112 moeten bellen. Ik heb snel wat vragen, twee stellingen. Over de mobiele bereikbaarheid hier. Zo even snel eroverheen. Mag dat? Heeft Dalfsen een beetje een goede mobiele bereikbaarheid? Ja, Dalfsen is een goede mobiele bereikbaarheid. Ja? Heb je wel eens 112 gebeld? Nee, eerlijk gezegd gelukkig nog niet. Stel je voor je bent in Duitsland en er gebeurt een ongeluk. En je wil de hulpdiensten bellen. Welk nummer moet je dan draaien? Weet je dat? Nou, in ieder geval niet 112. 112? Wel 112. Laatste vraag. Zendmast in je achtertuin en altijd goed bereik? Of geen zendmast in je achtertuin en slecht bereik? Nou, zendmast. Sorry? Ja, dat is een jongen van de geheime zender, hè? Dus, Oké, van de piratenzender. Piratenzender, kan hij er zo in bij aanknopen. Maar kan ik een zendmast in je achtertuin zetten of niet? Ja, mag wel. Ja? Als het goed bereikt. Mm-hmm. Klasse man. Werkt ze? En dankjewel. Stel je voor, u heeft ontzettend veel goed bereik, ja. Maar dan moet u wel een zendmast in de achtertuin hebben. Of u heeft wat minder bereik en u heeft geen zendmast in de achtertuin. Wat zou u kiezen? Ik zou niet kiezen voor zendmasten in de tuin. Dan maar iets minder bereik, want ook voor de gezondheid, ik heb twijfels bij zendmasten. U heeft twijfels erbij, van de straling? Ja.